President Chandrika Prasad Santokhi heeft zijn buitenlandse reis gisteren vervolgd met een werkbezoek aan Curaçao in gezelschap van First Lady Melissa Santokhi Senashiri en minister Albert Ramdin van Bibbes. De Surinaamse gasten werden hartelijk verwelkomd door premier Gilmar Pisas, met wie de president een krans heeft gelegd bij het monument van Louis Doedel, een Surinaamse held die met trots wordt geëerd. Dit bezoek is een belangrijke stap in het verder versterken van de al nauwe banden tussen Suriname en Curaçao, zowel op cultureel als historisch gebied. Tijdens het verblijf had president Santokhi een bilaterale ontmoeting met gouverneur Lucille George Wout op Fort Amsterdam. Gouverneur George Wout, die Surinaamse roots heeft, sprak haar waardering uit voor de sterke verbondenheid tussen beide volkeren en benadrukte het belang van verdere samenwerking, vooral op economisch gebied. In lijn met deze samenwerking werd een Portugal Scope Trade Agreement ondertekend, gericht op het bevorderen van handel en investeringen in sectoren zoals olie en gas, visserij, landbouw en toerisme. Deze overeenkomst biedt nieuwe kansen om de economische banden te versterken en de handel te stimuleren. De sterke aanwezigheid van de Surinaamse gemeenschap op Curaçao speelt daarbij een belangrijke rol. Samen wordt er gekeken naar een toekomst waarin de historische en culturele banden zich vertalen in concrete economische voordelen voor beide landen.